Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Annette van den Bos en ik werk bij Movisie, een kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken. En ik ben betrokken bij Movisie bij de databank Effectieve Sociale Interventies die we hebben. En dan begeleid ik ontwikkelaren van interventies om een interventie op papier te zetten en te begeleiden om de interventie voor te leggen aan een commissie ter beoordeling. Wij hebben daarin verschillende mogelijkheden. Dat kan gewoon zijn het niveau goed beschreven, dat is echt het laagste niveau, tot en met aanwijzingen voor effectiviteit. En daarnaast ben ik projectleider van het programma Kwaliteit en Outcome. Outcome-gericht werken in gemeenten, waarbij het maatschappelijk effect wat je voor en met je inwoners wilt bereiken centraal staat. Nou, dat pakketje samen maakt dat ik redelijk wat met meten en monitoren bezig ben. En daarin zie wat de mogelijkheden zijn, maar ook zie wat duidelijk de onmogelijkheden zijn als we kijken naar het sociaal domein. Dus dat even ter introductie. Ik ga even mijn presentatie delen. Even zien. Zien jullie hem zo groot of niet? Nog niet, hè? Geloof Nee, nog ik. niet. Nee. Nu wel, als het goed is. Ja. Oké, mooi. Even zien. Nou, we gaan het even kort in op monitoren en evaluatie. Zijn toch twee verschillende dingen. Maar ook de vraag waarom wil je meten? Want dat heeft invloed op wat je gaat doen. Dan kijken wat je wil meten. Ik vertel heel kort iets over het kwaliteitskompas. En dan over het kwaliteitsgesprek. En ik noem een aantal voorbeelden. Ik ga in op de procesevaluatie en op de klantreizen daarbij. Als we zien, als we gaan kijken naar monitor en evaluatie, dan is het heel erg belangrijk om te beseffen waarom gaan we monitoren? Want er kleven verschillende verwachtingen aan. En dat heeft invloed op hoe je het onderzoek gaat inrichten, maar het heeft ook onderzoek op de verwachtingen van je opdrachtgever of de mensen die je bij het onderzoek betrekt. Want als je kijkt naar zicht en inzicht, dat is heel vaak voor organisaties zelf, als je een kwaliteitsverbetering wil doen. Het kan zijn voor je klanten of voor je deelnemers aan je interventie. Die verwachten dan ook dat er kwaliteitsverbetering aan ten grondslag ligt. En als het verantwoorden is, dan is het vaak voor je opdrachtgever en je financiers. Dus dan willen ze weten of de gedane investeringen ook de resultaten opleveren die er beloofd zijn. Maar soms is het ook verantwoorden of gelden wel doelmatig zijn ingezet. Dus of ze ingezet zijn waarvoor ze zijn bedoeld, zonder dat er per definitie ook naar inhoudelijke resultaten wordt gekeken. Dus dat is wel een verschilletje wat we daarin tegenkomen. Dus ja, dan moet de vraag gesteld worden: waarom doen we dit? En wat betekent dat dan voor wat we vervolgens gaan doen? Dan de tweede vraag is eigenlijk: welke vraag moet het onderzoek beantwoorden? Als je kijkt, hè, we willen vaak gewoon in het sociaal domein 2 meter geluk meten. Dat is gewoon heel erg lastig. We willen de kwaliteit van leven van inwoners verbeteren. Maar hoe geef je dat vorm? Nou, dan is een gesprek daarover en invulling van wat dat doel is en die vraag die het onderzoek moet beantwoorden heel erg belangrijk. En ook om dat gezamenlijk met de verschillende partijen te doen, zodat er ook eenheid van taal ontstaat. Want als we het hebben over containerbegrippen als meedoen of participatie, betekent dat voor de een iets heel anders dan voor de ander. Verder is het belangrijk om samen uitkomsten te gaan duiden en stap voor stap samen te leren. Wij leggen ook heel vaak vanuit Movisie de nadruk op, hè, je zou het in eerste plaats moeten doen om te leren en te verbeteren en in tweede instantie om te gaan verantwoorden. Nou, als je de vraag gaat beantwoorden, wat wil je meten? Dan is het gewoon heel erg belangrijk om helder te hebben welke resultaten willen we realiseren. En daarin zien we dat mensen dat binnen projecten, en we zien dat ook bij gemeenten, dat er heel vaak doelen van verschillend niveau of kaliber door elkaar worden gebruikt.
Dus als wij het hebben over de outcome, dan zeggen we echt van, hè, wat is nou de verandering die je voor je deelnemers wilt realiseren? Dus dat is heel erg inhoudelijk gericht. Maar we zien heel vaak ook dat er doelen, hè, zoals nu met de transformatie, dat bijvoorbeeld één gezin, één plan in de doelen staan. We gaan werken met één gezin, één plan. En dat dat dan gemeten gaat worden. Maar dat is van een heel ander niveau. Want het is een middel waarmee je uiteindelijk wil bereiken dat de bewoner beter geholpen is. Dus die vertaalslag, die moet je elke keer maken. Vervolgens moet je helder hebben, wat gaan we ervoor doen? Wat is nodig? Welke stappen willen we daarin zetten? Leidt de inzet tot de gewenste resultaten? En kunnen we die inzet verbeteren? Nou, dus dat is echt die hele gerichtheid op dat leren en verbeteren. Dat wil niet zeggen dat output niet belangrijk is. Hè? Dus hoeveel mensen je bereikt, hoeveel trainingen je doet, hoeveel voorlichtingsbijeenkomsten. Maar die informatie wordt al echt al heel veel gemeten. Daar weten we al vaak heel veel van. Dus wij zeggen, probeer nou te focussen op die outcome. Want dat is eigenlijk wat we nu meer nieuw doen eigenlijk. Dus dan wordt het echt tellen en vertellen. Ik heb hier het kwaliteitskompas neergezet. Dat is een hulpmiddel wat wij gebruiken om die stappen zeg maar helder te maken, maar ook om de connectie, de samenhang tussen beleid en uitvoering scherp op het netvlies te houden. Want we hebben natuurlijk allemaal grote ambities, maar die ambities komen ook ergens vandaan. En dat is eigenlijk stap 1. Dat is wat weten we eigenlijk al van wat er leeft en speelt in de buurten en wijken. En wat is dan de ambitie die we hebben? En ik denk dat de programmalijnen, zoals die in jullie actieprogramma staan verwoord, dat die eigenlijk op dit niveau zitten. Hè, want als je kijkt naar programmalijn 1, meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap. Dat is echt een heel groot, groot doel, wat je ook nog verder moet gaan invullen. Want wie zijn dan die kwetsbare ouders? En wat betekent dan goed voorbereid? En dat is eigenlijk wat je in een volgende stap, als je dan het maatschappelijk resultaat gaat verwoorden, echt probeert de invulling te geven en concreter te maken. Over wat wil je bereiken voor welke doelgroep? En dan echt op een concreet niveau. Even een slokje water drinken. Daar heb je dus natuurlijk ook al heel veel data voor nodig. En volgens mij zit dat ook voor een groot deel in de monitor die jullie gebruiken. Daar zie je de risicofactoren voor de verschillende doelgroepen. Als het gaat over dak- en thuislozen, over verstandelijke mensen met een verstandelijke beperking of met een verslaving bijvoorbeeld. Die staan bij jullie in de indicatoren. Maar dat zegt dus eigenlijk meer over wat leeft en speelt er nou in onze gemeente en waar moeten we op inspelen, dan dat het direct houvast geeft voor het formuleren van het maatschappelijke resultaat. Nou, de activiteiten, de aanpak moeten natuurlijk passen bij het maatschappelijke resultaat wat je geformuleerd hebt. En daar heb je ook verschillende partijen voor nodig. Dat zit ook heel duidelijk in het actieprogramma. Werken in de keten met verschillende samenwerkingspartners. En wij zeggen daarbij ook van probeer dan ook op te letten dat je ook de informele partijen daarbij betrekt. Want juist het bouwen van netwerken, steunende netwerken rond mensen, dat kan gewoon versterkend helpen. We zijn heel erg geneigd om dingen individueel aan te pakken. Maar het is ook fijn om het wat meer collectief in te vullen. Als we kijken bij stap 4, input kwaliteit, kun je kijken wat weten we eigenlijk al over wat werkt. Zijn er al interventies beschreven die we kunnen inzetten. Wat weten we over algemene werkzame elementen die we kunnen toepassen? En als je die dan ook meeneemt in het ontwerpen van je aanpak. De outcome meten doen we dan op het niveau van de activiteiten. Daar kijken we vaak naar doelrealisatie, cliëntervaring en uitval. Die doelrealisatie is dus maatwerk. Dat hangt dus af welke doelgroep je wil bereiken. En dan kun je dat in kaart gaan brengen. Daarbij is eigenlijk wel het advies. We willen altijd veel te veel meten.
En er is heel veel beschikbaar. Dus het is eigenlijk ook zaak om gewoon heel goed te kijken, waarom willen we dingen weten? En wat kunnen we dan vervolgens met die informatie doen? En dat zit ook heel duidelijk in de verbetercyclus. Ga met elkaar dat gesprek over de uitkomsten aan. Ga kijken met elkaar praten over, herkennen we deze cijfers in de praktijk? Kunnen we ze verklaren? Wat leeft en speelt er? Hè? Zien we bepaalde ontwikkelingen? Zien we een verandering in de doelgroep? Moeten we die meenemen? En vervolgens kijken van wat betekent dat dan voor de activiteit die we met elkaar weer gaan vormgeven? Moeten we eigenlijk de ambities bij gaan stellen? Of zouden we de doelen moeten veranderen? Of moeten we echt in de aanpak gaan sleutelen? Nou, deze die had ik eventjes op een rijtje gezet. Als je kijkt bij de actielijn 1, zoals ik al zei, hè, die meer aanstaande kwetsbare ouders of kwetsbare gezinnen, dat ligt echt op dat niveau van de ambities. Dan zou je dus per doelgroep concrete doelen moeten gaan uitwerken. Er wordt de interventie bijvoorbeeld nu niet zwanger genoemd. Nou, ik kan me voorstellen dat je per verschillende doelgroep toch ook moet kijken, wat is dan passend om bepaalde doelgroepen te bereiken? En dan zul je echt op dat niveau van die interventie ook het gesprek met mensen moeten aangaan. En daar ga ik straks op in om dan die procesevaluatie te doen. Maar dat komt straks in de volgende dia aan bod. Even kijken. Ik werk voor het eerst met twee computers en ik zit af en toe een beetje verkeerd. Dus even kijken. Ja. Dus zoals ik al zei, wie wil de informatie hebben en waarom? Dus dat we dan kijken, is het verantwoorden, zicht of inzicht, leren en verbeteren? Wij hopen het laatste, dat het met name op het leren en het verbeteren zit. En past dan een procesevaluatie, is eigenlijk de vraag. Ik denk van wel, want een procesevaluatie geeft inzicht in hoe je resultaten bereikt. Het kijkt naar wat goed en minder goed gaat in de aanpak. Het geeft ook een basis om problemen in de uitvoering op te pakken. En je krijgt ook zicht op, hè, wat werkt er nou eigenlijk? Welke elementen zijn hier sterk? En wat werkt hier nou eigenlijk minder in? En een procesevaluatie zet je ook in op het moment dat je nog bezig bent met elkaar om een interventie goed vorm te geven en goed te implementeren in de praktijk. Als iets al echt langer loopt, dan kan je overgaan tot echt een monitor, omdat je dan ook, zeg maar, die elementen eruit kunt halen, ja, die je gewoon regelmatig wilt gaan meten. Een procesevaluatie bestaat eigenlijk uit vijf hoofdvragen. En de eerste vraag is eigenlijk, is de aanpak uitgevoerd volgens plan? Dus zijn alle activiteiten uitgevoerd zoals we ze van tevoren bedacht hadden? Waarom hebben we bepaalde dingen niet goed kunnen uitvoeren? Wat loopt goed? Wat kan beter? Dat is dan een element wat je daarin gaat onderzoeken. En dan kan je ook gaan kijken, hè, waarom zijn de activiteiten niet van de grond gekomen? Wat zijn daar de redenen voor? Zijn ze niet op de goede plek terechtgekomen? Zijn de begeleiders niet goed voorgelicht? Hebben ze niet voldoende tijd om bepaalde dingen uit te voeren? Dan, wat is het bereik van de aanpak? Dus daarin de vraag, worden de juiste doelgroepen bereikt? Dat is natuurlijk echt een lastige vraag. Volgens mij was dat ook een van de vragen waar jullie mee zaten. En ik zat ook te denken, dat kan eigenlijk alleen door met de mensen die je wel bereikt ook in gesprek te gaan. En van tevoren moet je dus ook heel helder hebben op wie richten we ons nou eigenlijk. Want alleen dan kan je ook nagaan of dat echt gelukt is. En nu zijn een hoop doelgroepen, ja, kwetsbare inwoners, is gewoon echt super breed. Dus op wie richt je je dan met name? Dat is denk ik
vraag die je met elkaar moet gaan beantwoorden. Dan de vraag, hoe is de waardering en de ervaring van deelnemers en ook uitvoerders en wat heeft het hen opgeleverd? Uitvoerders hebben een idee van, hey, deze interventie die werkt of die werkt niet. En dat toets je ook weer bij de deelnemers zelf. Dus je gaat met hen in gesprek, dat kan in focusgroepen, interviews. Daar zal ik straks nog even heel kort iets over vertellen. En die twee leg je dan naast elkaar. En je kijkt ook, past dat dan bij wat we van tevoren bedacht hadden dat het zou moeten opleveren? Nou, vervolgens kun je met elkaar de succes- en de faalfactoren van de interventie vaststellen en kijken welke verbeteringen er kunnen worden doorgevoerd. Annette, ik heb even wat opmerkingen uit de chat. Ja. Ik weet niet of je daar nu al antwoord op kan geven, of dat ja, je daar graag. Straks aan toe komt. Er is namelijk een vraag gesteld van, ik zou graag nog wat toelichting willen opmeten van de outcome. En ja. Of er echt bijgedragen wordt aan het maatschappelijke resultaat. Misschien kom je er straks nog op terug, maar dan wellicht kan je er al wat over zeggen. Ja. Het meten van de outcome, nou dat zit één zeg maar in als je het hebt over de ervaring van deelnemers die je gaat ophalen. En de volgende die zegt dan, hè, dat kan je doen door middel van interviews, door focusgroepen. Spiegelgesprek is volgens mij jullie redelijk bekend. Of een klantreis. En het kan eigenlijk, je kan twee kanten op. Je kan van tevoren echt alle gewenste effecten, hè, die breng je in kaart. Want dat is mede het doel. Hè, dat is je geformuleerde doel van de interventie. En dan kun je bij mensen navragen, is dat gebeurd? Dat zou je via een enquête kunnen doen, maar onze ervaring is dat dat gewoon heel weinig informatie oplevert. Over het algemeen, door met mensen in gesprek te gaan, krijg je betere informatie. Als je dat op een open manier doet, dan kan je de uitkomsten daarna langs jouw lijstje gewenste resultaten leggen. En zo kijken, komt dat overeen met die outcome die wij van tevoren bedacht hadden. Ik vind dat zelf een vrij sterke manier, omdat het ook gelijk input geeft over, hè, misschien heb je wel de verkeerde verwachtingen eigenlijk van een bepaalde interventie. Dus als er dan uitkomt dat cliënten eigenlijk vaker een bepaald effect noemen wat jij van tevoren niet bedacht had, dan kun je dat meenemen. Terwijl als je dat in een vragenlijst doet, dan kom je daar over het algemeen veel minder snel achter. Dus daarom zeker als je met iets begint, zou ik altijd gaan voor die, ja, voor die open gesprekken. De klantreis, die wil ik er even uitlichten, want volgens mij, en ik hoop dat hiermee ook de vraag voor een groot deel beantwoord is. De klantreis wil ik er even uitlichten, omdat ik het idee ook wel had, jullie werken heel veel in de keten. Je hebt heel veel partners nodig als het gaat om signalering. En deelnemers zullen ook vaak niet direct bij jullie binnenkomen, maar altijd via een doorverwijzing. Ik zag ook dat er wel een soort zorgpaden, klantroutes in de maak zijn. En dat is hartstikke mooi. Want die kunnen dan als basis dienen, zeg maar, voor de eerste stap die in zo'n klantreis zit. Dit is zeg maar een methode die wij bij Movisie hebben ontwikkeld. Specifiek om om gewoon te zien van wat wij bedacht hebben aan route en hoe mensen binnenkomen en wat ze daarin aan hulp krijgen. Klopt dat ook met de ervaring die mensen hebben en op welke punten kunnen we dat verbeteren? Dus de schaduwreis is eigenlijk die eerste klantroute die je van tevoren bedacht hebt. Die zet je met elkaar in elkaar. En dat is ook zeg maar waaraan je de individuele klantreizen van je deelnemers gaat spiegelen. En die individuele klantreizen zijn dus ook echt individuele gesprekken. Waarin je zegt van nou, wat was de startsituatie? Hoe ben je bij ons binnengekomen? Welke route heb je daarin afgelegd? En wat is jouw ervaring daarmee geweest? En dat visualiseren we ook. Dat zie je dan zeg maar in die groene, oranje en rode balkjes die daaronder staan.
kun je mensen laten scoren op verschillende waarden die je dus zelf belangrijk vindt. Om ook eigenlijk in één oogopslag te zien hoe is iemand, welke route heeft hij gelopen en wat was de waardering daarbij. En vervolgens, als je een aantal van die klantreizen met deelnemers hebt gemaakt, dan ga je gezamenlijk die resultaten onder de loep nemen en ook gezamenlijk conclusies trekken en verbeteren ideeën doen. Dus dit is ook, als je met een nieuwe manier van werken begint, een hele mooie manier om daar goed zicht en grip op te krijgen en ook te zien waar de verbetermogelijkheden zitten. Even samenvattend. Dus heel erg belangrijk, voor wie is de evaluatiemonitoring bedoeld? Wie moet er wat mee? En dan vervolgens, je kunt echt alleen meten als je scherp hebt wat je wilt bereiken. En dat is dus ook bij die outcome. Die moet je dus ook echt zo concreet mogelijk maken. Dus als je het hebt over een interventie als nu niet zwanger, wat is het effect voor en met die inwoner die je daarin wil bereiken? En kun je dat zo concreet mogelijk maken? En misschien als het niet lukt om het te formuleren, moet je het misschien wel met die inwoners zelf formuleren. En zo gaandeweg met elkaar steeds wijzer worden. Het tellen en vertellen en de ervaringen van deelnemers centraal zetten. En dat kan heel goed met een procesevaluatie. En in die procesevaluatie zit een stap waarin je de ervaringen van de deelnemers en die van de uitvoerders onder de loep neemt. En daarvoor heb ik ook een paar methoden genoemd die je daarvoor kan inzetten. Dus dat was het. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Even zo doen. Als je vragen hebt, stel hem. Nu, je hoeft geen handje op te geven even. Dan is alles duidelijk. Lin? Je moet even je microfoon uit. Goedemorgen, yes, sorry. Ik kom terug op de vraag van Annemarie over de impact. Over de impact. Of outcome, sorry. Wat we doen in onze coalitie is we kijken naar de maatschappelijk effect dat we willen. Dus we hebben net gedefinieerd als kinderen worden fysiek en mentaal gezond geboren en groeien op fysiek en mentaal gezond. Dus en natuurlijk zijn er allerlei stappen daartussen, hè, dus de processtappen en ook de outcome van de deelprojecten, noem ik het even. Mm-hmm. Is er, dus dat begrijpen wij wat je hebt uitgelegd, heel fijn. Maar is er ook een manier om om de impact die we willen bereiken, ook te meten, zeg maar, naast een soort verzameling van al de deelresultaat. Ik weet niet of jij... Is mijn vraag helder? Kijk, het is ook altijd een kwestie van definitie. Hè? Impact is ook weer dat je de investering eraf trekt. Maar goed, ik begrijp wel wat is zeg maar het hogere effect. Hè? Dus in je maatschappelijk doel. Uiteindelijk zeggen we hoe beter het resultaat is op het niveau van je interventie, hoe groter de kans dat je je maatschappelijk resultaat bereikt. En om zeg maar die relatie scherper te maken, is het ook belangrijk dat je expliciet maakt waarom je bepaalde aanpak kiest. Want daarin zit een veronderstelling dat datgene wat je doet bijdraagt aan dat hogere doel. Alleen zijn we vaak geneigd om dat niet te expliciteren. Dus dan zeggen we, als we dit inzetten, dan verwachten we dat het dat effect heeft. En dat is met elkaar een verander verhaal bouwen. En daarin kun je zeg maar gebruik maken van kennis van wat werkt of werkzame elementen. Dus dat wat al bekend is van bepaalde interventies, hoe die werken. Als dat niet bekend is, dan is het in ieder geval belangrijk om dat met elkaar te formuleren en daar gewoon taal aan te geven. Okay. En dat is voor, uh, dat is
zeg maar, belangrijk, omdat je dan met elkaar ook eenzelfde taal ontwikkelt, omdat je bepaalde concepten moet uitwerken die we eigenlijk ook individueel verschillend zouden kunnen invullen. En we zien dan dat het proces daarin, eigenlijk, hè, dus dat met elkaar daarover hebben en wijzer worden, waarom doen we nou wat we doen en wat verwachten we daar eigenlijk van, dat het eigenlijk net zo belangrijk is als het resultaat. Dus dat het gesprek daarover ook zo vreselijk belangrijk is. Ja, oké. Dankjewel. Dat is voor mij verhelderend. En ik weet dat Anne-Marie is in de call en ik zie een handje van haar. Dus... Oké, ja. Dankjewel. We gaan eerst even naar Tainara Kramer. Had jij nog een vraag? Oké. Even naar Lieke dan. Hi. Ik vond het weer een hele interessante presentatie. Ook al heb ik sommige dingen wel eens gehoord. Dat dan weer een keertje even zo. Het helpt toch weer in je denken. Dus heel erg bedankt daarvoor. Maar wat ik lastig vind. Dus ik snap helemaal dat je resultaten goed moet bespreken. En dat doen we heel vaak niet. Dat merk ik ook. Maar het zijn heel vaak vrij softe dingen die we willen bereiken. Of soms willen we dus hele harde dingen bereiken, maar dat is veel te hoog. Dat kan je bijna niet bewijzen of dat is moeilijk aan te tonen. Dus dat vind ik heel lastig. Soms hebben we ook dat we met verzekeraars zitten en die willen dan echt zo van dat je laat zien van er wordt meer verwezen naar het sociaal domein of zo en minder naar het medische. Maar dan doen we het in een kleine proeftuin. En denk ik, ja, hoe hard kan ik dit nu maken? Dus ik vind dat wel soms lastig. Dat de dingen die we willen allemaal... Ja, en eigenlijk gaat het over iets heel anders. Ik vind die telling helemaal niet interessant. Het gaat natuurlijk om een bepaalde beleving. Ja, dan kom je weer op die verhalen. Maar daar heeft die zorgverzekeraar gewoon voor een groot deel ook dan een beetje maling aan. En ook, dus ik vind dat wel echt heel lastig. Het is niet zo één op één, zo van, dit leidt tot dat. Nee. En dat komen we eigenlijk in het sociaal domein gewoon breed tegen. En het klopt gewoon wat je zegt. We kunnen causale relaties kunnen we gewoon heel moeilijk leggen. Want je loopt maar een heel klein stukje mee in het leven van iemand. En dan denk ik ook nog dat je met kansrijke start en de doelgroep, die is zo breed. En ook het waaiert echt zoveel kant op en er zijn zoveel risicofactoren, dat je dat bijna niet één op één kan zeggen. Want ik zag bijvoorbeeld een documentaire waarin ging over een gezin in armoede. En die mevrouw was ook helemaal niet van plan om zwanger te worden, maar dat was voor de vierde keer dan toch weer gebeurd. En de vraag was van, waarom ben je dan niet aan de pil of zo? Nee, maar ja, die moet ik betalen. Dus daarom had ze hem niet geslikt. En dan denk ik van, dat is ook heel logisch in de ogen. Dat is op dat moment is die portemonnee leeg. En dat kind uiteindelijk natuurlijk voor veel meer kosten gaat zorgen dan die kosten van die pil. Dat is dan op dat moment gewoon, dat bewustzijn is er op dat moment gewoon niet. Dus dan kun je nog zulke mooie programma's hebben, maar dan struikelt het dus over iets als wel of geen pil kopen en willen betalen op dat moment. Dus dan, en volgens mij geeft dat ook aan dat er zoveel dingen van invloed zijn, dat het heel moeilijk is om aan te geven wat nou precies die factor is die maakt dat iets werkt. Dus dat geeft ook aan dat we met elkaar voor een enorme taak staan. Om daar wijzer in te worden. En de wens van zo'n zorgverzekeraar, maar vaak ook van een gemeenteraad, om grip te hebben en harde cijfers. En dan ook te denken dat als iets maar in een cijfer gevat is, dat het exact is en dat het iets is waarmee je kan sturen. Ja, ik denk dat is het gesprek wat we ook continu met elkaar moeten blijven voeren. Hoe lastig het is, zeg maar, om dat echt hard te maken. Ja, dat ben ik helemaal mee eens, want ook zoals bijvoorbeeld nu niet zwanger. Het hele doel is natuurlijk niet dat we meer anticonceptie willen. Dat mensen, dat er meer minder ongewenste zwangerschappen zijn. Dat is natuurlijk iets anders. Ja. Maar ja, dat meten we niet in het heel, zeg maar, bij iedereen. Nee. Dus dat zijn van die dingen. Het is ook beperkt van wat we natuurlijk kunnen meten. Maar ja. Ja,
Ja. Maar het blijft een feit dat je dus heel scherp je doel moet formuleren om ook dat te kunnen toetsen, zeg maar. En, want anders, weet je, als het al breder is of iets meer hoog over, dan wordt het al veel lastiger, zeg maar. Ik las trouwens ook een vraag in de chat ja, over. Ja, dat is even de laatste. Ja. Vervolgens ga ik dan door naar het volgende onderwerp. En misschien hebben we straks nog wat tijd. Maar ik zou het jammer vinden als we anders daar voor de praktijk voor. Als je die laatste in de chat ja, de vraag nou wil ja, antwoorden. Eigenlijk denk ik dat ik dan ga herhalen. Want ja, ook bij de doelgroep ouders. Je zult ook je doelgroep heel specifiek moeten maken. Dus als je specifieke doelen hebt op vaders. En je hebt specifieke doelen op moeders. Haal die dan ook uit elkaar. Want dat maakt ook dat je verschillende activiteiten op vadersgericht of op moedersgericht wellicht gaat doen. En dat die een ander type ondersteuning nodig hebben. En alleen als je dat dus echt duidelijk uit elkaar haalt, dan kan je dat dus ook duidelijk gaan verwoorden. Ja, dankjewel. Fijn. Annette, blijf je de rest van de presentatie of ja. zo? Of ga jij eruit? Dus stel dat we straks nog terugkomen, kan je ook inspringen. Ja. Oké, nou dan gaan we nu over naar de praktijkvoorbeelden. En dan wil ik eerst Lieke vragen hoe jullie in Amsterdam bezig zijn. Ja, dankjewel. Hoi, ik ben Lieke van Houtem en ik werk als onderzoeker bij de Gezond en Kansrijke Start in Amsterdam. Ik ga nu mijn presentatie delen. Zo. Zien jullie hem? Ja. Ja. Allereerst is het even goed om te weten dat we in Amsterdam niet de meest voortvarende waren met centering en nu niet zwanger implementeren. Dus dat betekent dat we dus ook nu nog met die monitoring eigenlijk een beetje in de beginfase zitten. En dat had als voordeel dat ik daardoor ook wel meer kon leren van hoe de anderen deden. Maar toch heb ik ook ervaren dat simpelweg het overnemen hoe ze het op andere plekken doen ook weer zijn problemen opleverde. Dus ik neem jullie daar graag in mee. Ik begin over centering en daarna ga ik over nu niet zwanger vertellen. Eventjes zodat jullie weten waar we staan met centeringzorg. Er deden trouwens wel al wat praktijken in Amsterdam aan centering, maar dat was gewoon niet heel erg vanuit de gemeente groots gestimuleerd. Dus sommigen deden het uit zichzelf. Een aantal zijn er ook weer mee gestopt, dus het was gewoon niet heel erg wijdverspreid in Amsterdam. In 2022 zijn we er echt een impuls aan gaan geven. Dus toen hebben we 45 verloskundigen en jeugdverpleegkundigen getraind. We zijn ook meer gaan inzetten, niet alleen op centering pregnancy, maar ook op parenting. En een van de dingen waarvoor hebben gezorgd, is dat de OKT-assistenten, dus van het ouder- en kindteam, dat die worden aangesteld als co-begeleider en dat die zowel bij de verloskundige als bij de JGZ werken als co-begeleider, zodat we dan die doorgaande lijn kunnen versterken. Zodat er een bekend gezicht is van de verloskundige, maar dan ook daarna bij de JGZ, bij de groep. En dan in 2023 willen we echt dan met die centering parenting goed aan de gang gaan in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Dat zijn onze focusgebieden en daar proberen we het ook het meest te implementeren. Even kijken, nou zit het beeld, dus dan zie ik mijn eigen tekst niet meer. Ja, zo opzij. We zijn bezig om die doorgaande lijn echt te bewerkstelligen. We zijn ook bezig met een proeftuin, specifiek in Amsterdam-Noord, om te kijken hoe we ouders in de kwetsbare situatie beter kunnen bereiken. En daar gaan we dan net wat dingetjes aanpassen aan centering, zoals bijvoorbeeld dat we het materiaal dat wordt meegegeven nog net weer iets makkelijker maken. Maar ook dat we opvang gaan regelen, dat de eerste bijeenkomst vrijblijvend is. Allemaal dingen om te kijken of we die kwetsbare groep beter kunnen bereiken. En er komt een nieuwe in-company training. Dus dat is waar we nu een beetje staan met de centering. En wat we dus willen onderzoeken is, eigenlijk hebben we ervoor gekozen om ons vooral te richten op de implementatiedeel. Dus in hoeverre we de mensen bereiken en wat er gewoon goed gaat en wat er niet goed gaat tijdens het implementeren.
Met als doel, om even terug te komen op Annette, echt het inzicht te hebben. Dus wat doen we goed, wat kunnen we nog verbeteren en hoe kunnen we zorgen dat het beter loopt. Maar, hij staat hier nu niet bij, verantwoording is ook iets wat wij natuurlijk wel moeten doen. Dus dat speelt ook altijd een bijrol. Dus we willen wel hopelijk met deze resultaten ook nog kunnen verantwoorden wat we aan het doen zijn. En daarnaast willen we ook toch ook meenemen het effect van centering. Maar bij de pregnancy, aangezien dat gewoon een bewezen effectieve interventie is, zal dat niet echt een hoofdboodschap zijn. In de interview zullen we natuurlijk daar wel naar vragen van, hè, wat doet het met je? Maar zal dat niet ons belangrijkste uitkomstmaat zijn? Maar, en daar ga ik verder zo meteen dieper op in, voor centering parenting willen we daar wel echt aandacht aan gaan besteden. En daar zal ik zo meteen even wat uitgebreider over vertellen. We gaan vooral interviews en focusgroepen doen. Dus echt met die professionals en de aanstaande ouders gesprekken aangaan. Kijken van wat loopt er goed, wat loopt er niet goed. En hoe hebben zij het dus ervaren. Daarnaast willen we voor dat bereik, want dat vonden we toch ook wel heel belangrijk. Bij centering pregnancy, dus echt bij die ouderschap, is er een heel duidelijk moment dat ouders ervoor kiezen. Namelijk bij de 2 weken huisbezoek van de JGZ. Dan krijgen ze de vraag, wil je meedoen met de centering groep? En we willen dan dus ook even aan ouders vragen om een kort meerkeuzevraag in te vullen. Van waarom doe je wel mee of waarom doe je niet mee? En als gedurende de centering bezig is, mensen toch stoppen, dan willen we ze ook vragen om even kort aan te geven waarom ze stoppen. En dat is eigenlijk de enige vragenlijst die we doen, in principe. Behalve dan dus bij ouderschap gaan we ook kijken of mensen mee willen gaan doen met het Sarfati-cohort. En dan gaan we de data verzamelen die de JGZ binnen de consultatiebureaus gewoon verzamelt. En dan zullen ze ook op gezette tijden vrijgeleist krijgen. Daar ga ik nu even wat verder op in. Bij centering parenting is natuurlijk het effect nog niet bewezen. En wij willen nu samen met TNO en het Sarfati-cohort gaan kijken of wij hieraan kunnen bijdragen. Het Sarfati-cohort is in Amsterdam een cohort waarbij we proberen van alle Amsterdamse kinderen de data te verzamelen. Nou, op dit moment doen nog niet alle Amsterdamse kinderen mee, maar dat is wel het streven uiteindelijk. En we gebruiken daarbij de data, dat is de kernset die in de consulten wordt verzameld van de JGZ. En er worden vragenlijsten op gezette tijden gestuurd. Dus na 6 maanden, geloof ik, na een jaar, 11 maanden, om en nabij de consultdata die ook van de JGZ zijn. En bij sommige, wordt voor andere onderzoeken, wordt er een subcohort, kan er ook worden ontstaan. Dus er is een onderzoek dat wordt helemaal over de darmflora. Nou, die verzamelt nog allemaal andere dingen. Dat is allemaal hier niet van toepassing. Maar wij willen gaan kijken of de deelnemers van Centering Parenting ook mee kunnen gaan doen aan het Sarfati-cohort. En dat wij dan die vragenlijsten kunnen gebruiken om te kijken of we daar het effect mee kunnen meten van Centering Parenting. We zitten echt nog in de oriëntatiefase om te kijken of dit überhaupt genoeg informatie gaat opleveren om dat effect te kunnen meten. Maar als dat zo is, dan zullen in de zomer de eerste vragenlijsten worden afgenomen. En dan zal die verzameling ook continu gaan doorlopen. En dan zal elke nieuwe groep die start met Centering Parenting ook hierin worden meegenomen. En dan kunnen we begin 2024 de eerste analyses gaan doen. En het mooie is dat we dan ook gelijk een goede vergelijking hebben met de kinderen die niet meedoen met centering parenting, die wel in het Sarfati-cohort zitten. Een van de grote nadelen is dat het Sarfati-cohort op dit moment nog niet heel representatief is voor heel Amsterdam. Er zitten toch wat meer de hoger opgeleide ouders die hier aan meedoen. Dus dat is wel een van de dingen waar we rekening mee moeten houden.
Dus dit is echt om dat effect dan, nou ja, hopelijk in ieder geval een bij te kunnen dragen. Ja, de uitdagingen waar ik heel erg tegenaan loop bij centering is dat het heel veel verschillende projecten zijn eigenlijk. En dat alles net anders gaat. Dus je hebt de pregnancy, je hebt de parenting en dan hebben we ook nog die proeftuin in Amsterdam. En eigenlijk willen we dus bij alles net een ander doel en alles heeft net een andere manier waarop het gaat. En dan hebben we dus ook bij alles eigenlijk net dat we het anders willen onderzoeken. En dat geeft heel veel onduidelijkheid en onrust. Dus dat is een van de grote uitdagingen. En daar zit dus ook bij dat het heel veel verschilt tussen de professionals in hoe lang ze het doen. Dus bij pregnancy hebben we een aantal verloskundige praktijken die het echt al heel lang doen. En we hebben een aantal praktijken die er net mee zijn begonnen. En bij parenting hebben we eigenlijk één JGZ locatie die het al langer doet. Maar die er nu dus tegenaan loopt dat we sommige dingen anders willen doen. Zoals bijvoorbeeld die OKT-assistenten in gaan voeren. Terwijl op andere locaties, daar beginnen we nieuw. Dus dan kan die nieuwe werkwijze gelijk worden gedaan. Dus er zit echt heel veel verschil in met hoe iedereen het doet. En hoe lang ze het dus ook al doen en welke ervaringen ze hebben. Dus dat is ook echt wel een uitdaging om dat goed in kaart te brengen. En wat betekent dat dan? En hoe kan ik dat dan een beetje uit elkaar houden? En dan als laatste merk ik ook als onderzoeker dat het gewoon voor die pregnancy, dan moet ik veel meer de verloskundigen hebben. Maar daar, ja, dat zijn niet mijn directe collega's. De mensen van de jeugdgezondheidszorg, daar werk ik mee. Die zitten ook in ons programmateam van de Gezonde en Kansrijke Start. Dat is ook één organisatie, die doet het ook op één manier. Terwijl de verloskundigen, dat zijn allemaal losse praktijken, die allemaal ook wel weer hun eigen manier hebben om het te doen. Dus dat is ook wel een uitdaging met het onderzoek doen, om iedereen daarin mee te krijgen en om te zorgen dat dat een beetje goed loopt en dat ze mee willen doen. Ja, bij de JGZ hoef ik alleen maar te zorgen dat de teamleiders zeggen, ja, doe mee en dan loopt het wel. Maar bij de verloskundigen moet dus elke praktijk weer apart dan benaderen. Dus daar zit, vind ik, ook wel echt veel verschil in. Nou, dan over nu niet zwanger, ja, dan ga zo meteen op de vragen in. Ik zie geen handjes, dus Inge, mochten er vragen zijn, dan moet je het eventjes aangeven. Nou, bij nu niet zwanger is het zo dat we in 2022 hebben 11 organisaties een pledge gedaan. Oh nee, er waren er 11 organisaties daarvoor en die zijn in 2022 naar 20 organisaties gegaan. We hebben 3 inhoudelijke coördinatoren en 45 aandachtfunctionarissen en 100 hulpverleners getraind. En we willen in 2023 100 aandachtsfunctionarissen trainen. En dus nog meer samenwerking met deelnemende organisaties, dat dat nog meer wordt versterkt. Hier in dit onderzoek zullen we ons dus ook vooral weer gaan focussen op de implementatie van Nu Niet Zwanger. Dus echt het bereik van welke organisaties doen er allemaal mee. En in hoeverre bereiken we dan alle mensen in Amsterdam in een kwetsbare situatie. Dus eigenlijk dat we een beetje een beeld gaan krijgen van als jij vanuit zo'n klantreis, jij bent iemand die in een kwetsbare situatie zit, bij welke professionals kom je dan allemaal? En doen al die professionals dan nu mee met Nu Niet Zwanger? En de implementatie, dus in hoeverre gaat het goed? Wat zijn de barrières? En wat gaat er wel goed? En wat betreft het effect? Ja, daar zit een groot vraagteken. Dat vind ik een hele lastige. Ook dit is natuurlijk een bewezen effectieve interventie. Dus ik denk dat we voor nu daar niet al te veel echt naar gaan kijken. We willen dit dus doen met interviews en focusgroepen. Dus met de inhoudelijke coördinatoren en de aandachtsfunctionarissen. En daarnaast hebben we natuurlijk de registratie die de aandachtsfunctionarissen zelf doen. Dus het aantal casussen en of een kinderwens wordt uitgesteld en welk anticonceptiemiddel er dan is gekozen en of het ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Ja, en dan hier met de uitdagingen. We zijn nog echt heel erg in de beginfase van deze monitoring. Vorig jaar zouden we er eigenlijk al mee aan de slag gaan. Ik heb toen meerdere gesprekken gehad met Utrecht, omdat ze daar natuurlijk al heel ver waren. En zij hebben ons echt wel meegenomen van hoe zij het doen. En een van de dingen die zij daar deden is dat die inhoudelijke coördinatoren
ook gesprekken hebben met de aandachtsfunctionarissen en vragen van wat er wel of niet goed gaat. En dat dat een hele mooie methode was, omdat je zo ook gelijk een dieper gesprek hebt als inhoudelijk coördinator. En dat leek mij heel mooi. Maar dat had ik toch niet helemaal goed ingeschat. Bij ons werkte dat heel veel weerstand op. En dat zat hem er dan in dat mensen bang waren dat... misschien zijn de inhoudelijke coördinatoren... Zij vonden de inhoudelijke coördinatoren niet de goede persoon om dat te doen. Omdat een van de barrières ook wel de inhoudelijke coördinatoren kunnen zijn. Dus in hoeverre zijn dan die aandachtsfunctionarissen in staat om hun... ja, problemen met die coördinator aan te geven. Ik vond dat klopt natuurlijk. Dat is ook zo. En de andere kant was ook dat ze vonden dat die inhoudelijke coördinatoren het al heel druk hebben. En anders krijgen ze het nog drukker. Dus dat die combinatie van de werkdruk en de slager die zijn eigen vlees kleurt, maakte dat ze het niet een goede methode vonden. En wat ik dus ook heel erg merkte, is dat ze gewoon heel erg mee wilden denken aan die opzet van het onderzoek. Dus het feit dat we al dat helemaal hadden bedacht, zo van nou, in Utrecht doen ze het zo en dat werkt heel goed en dat kunnen wij ook doen, dat werkte gewoon heel veel weerstand op, want ze willen gewoon meedenken en ze worden meegenomen daarin. Dus misschien, dat gaan we dus nu doen. We gaan daar nu echt handen en voeten aan geven. Dan heb je kans dat ze misschien uiteindelijk nog steeds bij hetzelfde uitkomen. Maar ja, dan hebben ze wel in ieder geval het idee dat ze daar heel erg in zijn meegenomen. Staan ze er ook echt achter. En de tweede waar ik heel erg waar we mee worstelen is die verhalen van de cliënten. Voor het verantwoordingsdeel helpt het als je ook die verhalen kan vertellen van die cliënten. Van wat, om het gewoon meer beeldend te maken en meer voor mensen van wat dat nou inhoudt, dat nu niet zwanger. Alleen, we hebben al een heel boek vol prachtige verhalen wat nu niet zwanger heeft gebracht. En dan denk ik, waarom moet ik dat dan in Amsterdam bij deze mensen weer gaan vragen? Want ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat in Amsterdam heel anders gaat zijn. En het is natuurlijk een groep die al niet makkelijk te benaderen is. Voor hun is het soms misschien helemaal niet eens zo heel duidelijk dat ze nu niet zwanger interventie hebben gehad. Moet ik deze groep nu op dit moment gaan benaderen? Dus dat is ook wel iets waar wij mee worstelen, waarvan ik me afvraag of dat... ik wil natuurlijk zeker ook mensen de kans geven om hun reactie te geven erop. Maar bij deze groep waar nu niet zwanger, vind ik dat best wel lastig. Want is het dan dat ik hun de mogelijkheid geef om hun ervaring te delen, of belast ik hun door dit te gaan vragen? Dus ik ben ook wel eerlijk gezegd benieuwd of mensen daar ervaringen mee hebben en of zij mij daar een advies in kunnen geven van wat daar handig in is. Dus dan stop ik ook nu met delen. Kijken. Oh. Ja. Ja. Ja, er is een vraag van Melissa. Die heeft al een tijdje haar hand opgestoken. En dan gaan we zo even naar de chat, denk ik. En dan kijken we of iemand jouw vraag kan beantwoorden. Ja. Ja, ik ben zelf projectleider Kansrijke Start en dan specifiek actielijn 1, dus ook nu niet zwanger in Den Haag. En Lieke, ik herken me heel erg in jouw uitdagingen die je ook noemt, hè, bij het verzamelen van data, ook zeker specifiek voor nu niet zwanger. En wat ik me daarin afvroeg, in Den Haag loopt nu niet zwanger nu sinds mei 2020, dus zijn we al iets langer onderweg. En we verzamelen inderdaad data van de aandachtsfunctionarissen, die inderdaad registreren hoeveel gesprekken zij in het kader van nu niet zwanger hebben gevoerd en tot hoeveel opschalingen dit heeft geleid en welk anticonceptiemiddel en dergelijke. Alleen zien wij steeds meer dat die betrouwbaarheid naar ons idee heel erg achteruit loopt, omdat in Den Haag hebben wij dan 88 aandachtsfunctionarissen. En ik denk echt dat misschien een kwart daarvan heel betrouwbaar die cijfers aanlevert. We vragen natuurlijk één keer in het kwartaal of zij die cijfers aanleveren. Nu zijn wij in Den Haag zelfs op een punt dat ik denk, moeten we dan nog wel doorgaan met het verzamelen van die data en dat dus iedere keer weer leggen als onze resultaten? Of kunnen we dan beter stoppen omdat die resultaten eigenlijk helemaal niet betrouwbaar zijn? Ik begreep van Utrecht dat hetzelfde was. Dat die gesprekken die ze dus hadden, die inhoudelijke coördinatoren dan hielden, dat daar hele andere aantallen en verhalen uitkwamen dan wat ze in de cijfers ook zagen. Dus dat is echt zo.
En ik snap het ook wel, want als je het goed doet, dan doe je dat gesprek natuurlijk ook. Soms is het misschien echt wel een heel duidelijk van, oh, nu gaan we een nu niet zwanger gesprek hebben. Maar het is ook iets subtiels, denk ik. Vooral als het niet, als je niet een zorgverlener bent, maar meer in de maatschappelijke hulp zit bijvoorbeeld. Dan is dat, ja, ik kan me voorstellen dat dat dan een paar keer is dat je het erover hebt. En dat er dan een zaadje wordt geplant en dat je dan langzaam er steeds meer over hebt. Dus dan is dat best wel lastig te bepalen van wanneer is dit nu nou een echt nu niet zwanger gesprek geweest. En die subtiliteit die kan je natuurlijk in gesprekken met mensen veel beter eruit halen. Dan dat als je het gaat zo stellen, los van het feit dat het gewoon een handeling is die je extra moet doen natuurlijk. En daar denk je niet altijd aan. Nee, ik denk ook inderdaad dat het hem daar vooral in zit. Dat lang niet iedereen ook misschien de tijd heeft, hè, om dat soort cijfers aan te leveren. En inderdaad, hoe representatief zijn die cijfers dan dus ook daadwerkelijk? Ja. Want naar ons idee worden er veel meer nu niet zwanger gesprekken gevoerd dan dat wij elke keer verantwoorden ten opzichte van, hè, bijvoorbeeld de gemeente zelf of richting onze netwerkpartners. Ja. En eigenlijk vinden wij dan, ja, doen we onszelf tekort eerder. Denk ik, klopt, dan denk dat ik. We het niet laten zien. Ik zie Annette ook knikken, dus ik was ook wel benieuwd inderdaad van, ja, wat daar. Nou, ja, ik denk, dit is precies zoiets waarom je cijfers altijd moet duiden en altijd moet kijken van, herken je die cijfers in de praktijk? Want jullie hebben blijkbaar lagere cijfers dan de professionals herkennen. Dus dat verhaal daarachter, dat moet ook gewoon verteld worden. En dat is altijd, want het is een preventieve activiteit die je eigenlijk doet, hè. En dat is super moeilijk aan te tonen. Ik bedoel, je weet over dat zaadje planten. Dat is gewoon wat je doet. En je hebt het volgens mij het beste gedaan. Als mensen denken, ja, maar dit is onze eigen beslissing geweest. Zonder dat er heel duidelijk een interventie van buiten is. Juist, dus, ja. Nou, dus dat blijft ook super moeilijk om aan te tonen. Maar ik denk dat verhaal moet je dus echt blijven vertellen. Ja. Dank jullie wel. Omwille van de tijd, Agatha, is er even één vraag in de chat die misschien van belang is. Want anders ga ik graag over naar de volgende. En dan kijken we of we aan het eind nog wat hebben. Ja, nou, goed, lastig altijd om aan te geven wat is nu de meest prangende vraag. Tijdens de presentatie zijn wel wat dingen genoemd. Ook een paar tips, dus misschien dat die... Die kunnen we later delen, ja. Precies. Even kijken. Er is een vraag bijvoorbeeld van Esther over... Differentieer je ook de doelgroepen van niet zwanger bij de klantreis? Ik snap zelf niet heel goed wat er hiermee wordt bedoeld. Misschien is het... Zal ik het even toelichten? Goed om dat even toe te lichten en misschien kan er nog antwoord op gegeven worden. Want dat werd genoemd door Amsterdam volgens mij, dat zij klantreizen hadden gemaakt. En eerder werd er genoemd dat het goed was om doelgroepen te differentiëren door Movisie. Oh ja. Dus vandaar dat die vraag daarin gesteld wordt door mij, van hebben jullie dat dan ook gedaan? Nee, ik bedoelde meer dat wij nu niet zwanger... had ik het woord klantreis gebruikt? Nee, we willen meer kijken van als jij dus iemand bent in een kwetsbare positie, bij wie kom je dan allemaal terecht binnen ons systeem, zeg maar? En hebben wij dan al die organisaties benaderd? Dus hebben wij aandachtsfunctionarissen bij al die plekken waar je als jij in een kwetsbare situatie zit terecht zou komen? Want als wij zorgen dat dat netwerk goed daar omheen zit, dan zal je altijd een keer een nieuw niet zwanger gesprek moeten krijgen. Dat snap ik. Maar de netwerken zouden iets kunnen verschillen per doelgroep binnen de zwanger. Dus we moeten dus dan helemaal bedenken wie zijn dan de kwetsbaren. Dus dan een dakloze, die komt op deze plekken. Ja, ja. Oké, hebben we die organisatie. Ja. Ja, klopt. Dus op die manier willen we gaan kijken per doelgroep inderdaad. Ja, dus dan differentieer je eigenlijk. En dan was ik even benieuwd, welke doelgroepen heb je dan allemaal gedifferentieerd? Daar was ik even benieuwd naar. Dit is ons plan. Dit moet nog uitgewerkt worden, begrijp ik. Zeker. Ja oké. Ja. Maar ik ben daar toch benieuwd naar. Ja. Dus misschien komt dat een volgende keer. Je ziet dat iedereen bezig is en we zijn allemaal aan het ontwikkelen. Dus wie weet doen we dit over een jaar nog een keer en hebben we veel meer informatie. Kan ik me ook bij voorstellen.
Oké, okay, nou dankjewel Lieke. Ik ga graag over naar Den Haag. Dorien en Merel, willen jullie je even voorstellen en vertellen waar jullie mee bezig zijn? Ja, ik had het eigenlijk ook bedacht als inleiding van de presentatie, Inge. Dus ik weet niet of nou, ik wil starten. Goed. Maar je kan het scherm delen, Dorien? Oh, dat is goed. Als jij hem ook klaar hebt staan, prima. Ja, ik heb hem klaar staan. Even kijken. Ja. Even terug. Ja. Yes. Ja. Super, dit is het begin. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie nog een beetje de hersenruimte hebben voor de tweede lokale praktijk voorbeeld. Mijn naam is Dorien Kwekel. Ik werk als beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag op onder andere Kansrijke Start. En ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de opstart vanuit de integrale gezinspolie vanuit de gemeente. Ik geef deze presentatie samen met Merel Sprenger. Merel die is onderzoeker bij het LUMC. Er is een health campus van in Den Haag. En Merel doet van alles, maar onder andere ook de monitoring van de integrale gezinspolie. Maar daar gaat zij straks, duikt zij helemaal met jullie op in. Dat is natuurlijk haar piece of cake als onderzoeker. Maar we dachten het is misschien wel even goed om eerst even kort wat context te schetsen over de integrale gezinspolie zelf, zodat jullie een beetje beeld hebben. Mag die door naar de volgende sheet, Merel? Ja. Wat is nou die integrale gezinspolie? Het is eigenlijk ontstaan vanuit de medische professionals. Dus er was een kinderarts en een kinderfysiotherapeut in het Juliana Kinderziekenhuis. Dat is onderdeel van het grotere Haga ziekenhuis in Den Haag. En die zagen natuurlijk allemaal kindjes door de medische port of entry eigenlijk naar binnen komen. En die gingen ze dan helpen. Maar ze kwamen erachter dat er eigenlijk heel vaak ook sociale problematiek speelde. Of dat die soms zelfs de oorzaak er misschien was van het medische probleem. En als zij dan naar die sociale wereld of het sociale domein gingen, dan liepen ze daar eigenlijk vast. Omdat ze daar geen tijd voor hadden. Ze kenden de weg niet. Ze wisten niet wat ze moesten benaderen. Dus toen zijn ze naar de gemeente toe gegaan en hebben ze bij ons aangeklopt om te kijken of we dat medisch en sociaal domein dichter bij elkaar kunnen brengen. Dat is dus eigenlijk ook het doel van de integrale gezinspolie. Dus voor kinderen die zowel medische als sociale problematiek hebben of dat gezin, om ook die beide vormen van steun of hulp te geven. Dat wordt gedaan vanuit de Infant Mental Health visie. En we betrekken ook de informele steun daarbij om de eigen kracht van de gezinnen te versterken. We hebben er voor nu voor gekozen om geen extra of nieuwe plek eigenlijk te maken, maar dat we het op de bestaande plek doen waar de gezinnen al zijn. En daar wordt dan eigenlijk een kernteam gevormd van professionals uit zowel het medisch als het sociaal domein, om zo goed mogelijk die vragen te kunnen beantwoorden. Op dit moment hebben wij een aantal polies met de integrale gezinspolie in deze gezinsfase. Dus dat is de neonatologie vroeggeborene polie, de mama plus polie, dat was voorheen de kwetsbare zwangere polie en de pop polie. En we richten ons dus op het jonge kind tot en met 3 jaar. En mogelijk komt daar later dan de kinderartsenpolie bij. Maar goed, we doen het in stapjes. Volgende sheet. Er zit natuurlijk een proces achter vanuit zo'n idee van twee mensen tot uiteindelijk het gaan starten. En ook richting het volgen, uitvoeren en monitoring daarop. Toen het ziekenhuis bij ons aanklopte, toen namen ze in hun kielzog adviesbureau AIF mee. Die was met de steun van het ministerie van VWS aan ons gekoppeld. En zij konden eigenlijk ons helpen bij dat hele proces, dus dat was heel prettig. En eigenlijk het eerste wat we toen hebben gedaan is het vormgeven van een fictieve MKBA, dus maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Daar ging het dus eigenlijk ook al over dingen van data en dat soort dingen. Alleen was het natuurlijk nog niet in de praktijk.
Maar we hebben daarbij wel heel veel cijfers gebruikt van onder andere het ziekenhuis, maar ook de gemeente. En er zijn heel veel gesprekken gevoerd met professionals uit verschillende domeinen en bijvoorbeeld ook ouders. Nou, ik denk dat we daar bijna wel 3/4 jaar mee bezig zijn geweest. En daarna kwamen er de uitkomsten uit de fictieve MKBA. Waar we eigenlijk allemaal heel erg enthousiast van raakten. En dat was dat de zorg van betere kwaliteit ervaren zou worden door de ouders. Dat de gezondheid van de populatie ook daadwerkelijk zou verbeteren. Professionals meer tevreden zouden zijn met hun job. Want ze zouden zich dus ook echt kunnen focussen op hun eigen kerntaak. En verlaging van de kosten voor zowel het ziekenhuis als voor de gemeente. Nou was dat niet helemaal gelijke verdeling. Het voordeel zat hem iets meer bij het ziekenhuis dan bij de gemeente. Maar in die end uiteindelijk wel alle twee in de plus. Dus eigenlijk met die resultaten dan ga je alle twee terug naar een soort van je eigen honk. Degene uit het ziekenhuis naar het ziekenhuis om daar dit te presenteren. Ik in dit geval met projectleiders terug naar de gemeente. Van hoe kunnen we dit omzetten in uitvoering? De JGZ die zat al op de neonatologie poli, maar ja, ze wilden iets extra's, want dat was op dat moment nog niet voldoende. Dus eerst zaten we aan een jeugdhulpverlener eigenlijk te denken, die echt brede gezinsgerichte hulp zou doen. Maar zoals jullie waarschijnlijk allemaal bekend, is er veel arbeidskracht en ook binnen de jeugdhulp, de JGZ. En dan zou het betekenen dat we uit de reguliere processen iemand zouden moeten halen naar iets nieuws. Nou, met de wachtlijsten binnen de jeugdhulp werd daar niet heel enthousiast op gereageerd. Kwam er zelfs een nee, maar wij konden dat eigenlijk allemaal niet echt verkroppen. Dus toen hebben we gekeken naar een andere oplossing en zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij een professional die heel goed het voorliggend veld kent. We noemen dat een medewerker bij contacten en netwerken. Dus die zit echt in die verbinding. Die kent eigenlijk heel veel preventieve interventies. Die kent heel goed het sociale domein. En die sluit nu eigenlijk aan bij die multidisciplinaire overleggen. Om die vragen die eigenlijk in het sociaal domein thuis horen. Om die daar goed te laten landen. Toen zijn we gestart. Dat is ongeveer een... iets meer dan een jaar geleden nu, denk ik. En toen hebben we de eerste fase van de pilot benoemd. Die zou dan tot en met het eind van 2022 duren. En vanuit daar zouden we dan gaan doorontwikkelen. En toen hebben we eigenlijk al gelijk gezegd van nou, dan moeten we monitoring vanaf het begin af aan meenemen. Ja. Dan de laatste sheet vanaf mijn kant. We hebben die monitoring eigenlijk opgezet vanuit een bestaande samenwerking die er al was. We zitten als gemeente Den Haag samen met het LUMC in een groot netwerk dat heet Gezond Gelukkig Den Haag. Daar was dus al heel veel data eigenlijk voorhanden en daar liggen ook de relaties. Daarnaast kende ook de projectleider van AIF, die kende ook degene bij het LUMC. Dus die zeiden ook van nou, het LUMC die wil hier wel iets in doen. Dus daar hebben we toen eigenlijk direct ja op gezegd. En toen kwam Merel dus bij ons en we hadden een aantal dingen die we aan haar meegaven. Het ging net al een beetje over van ja, hoe laat je nou die dingen die politiek of die directeur of die management graag vaak willen weten in relatie eigenlijk tot de uitvoering in de praktijk. Dus enerzijds zeiden we van nou, we willen graag dat papieren rapport zeg maar van die fictieve MKBA willen we natuurlijk ook kijken of dat uiteindelijk in de praktijk ook zo blijkt of niet. En we wilden de monitoring ook graag als hulpmiddel eigenlijk inzetten om die pilot te kunnen doorontwikkelen. Dat heeft Merel de afgelopen maanden gedaan. Zij heeft eind 2022 daar ook de resultaten van gepresenteerd in de stuurgroep. En met die resultaten gaan wij dan uiteindelijk ook weer verder om die pilot nog beter te laten aansluiten bij hetgeen waar we het voor doen. Dus dat was even een klein stukje context. En dan gaat Merel, die duikt nu met jullie de monitoring in. Yes, dus aan mij de vraag om te vertellen hoe we het nou eigenlijk hebben aangepakt. Toen mij gevraagd werd om mee te helpen met de integrale gezinspolie monitoring, ben ik eerst gaan meelopen. Omdat ik natuurlijk niet
bekend ben zelf met het veld, heb ik 2 dagen op de nazorgpoli meegelopen. Zodat de medewerkers die daar werken mij ook alvast leerden kennen. Ik heb bij een multidisciplinair overleg gezeten, zodat ik het zelf ook wat beter begrijp allemaal. En daarna zijn we dus vragen gaan opstellen. En hier hebben we best wel de tijd voor genomen. We hebben samen met een aantal collega-onderzoekers, maar ook dus de projectleiders vanuit het ziekenhuis en de gemeente, echt nagedacht van wat willen we nou eigenlijk weten. En toen kwamen we uiteindelijk uit bij 2 hoofdvragen. En dat is aan de ene kant, hoe ervaren ouders deze zorg? En uiteraard met wat subvragen, maar dat was de hoofdvraag voor de ouders. En daarnaast, hoe gaat nou eigenlijk het samenwerken met de medewerkers uit verschillende domeinen? Er werken dus mensen uit het medische domein, vanuit het ziekenhuis samen. En ook vanuit de gemeente, met allerlei mensen in het sociale domein. Ja, heeft het ook te maken met welke taal spreken, waar Annette het ook eerder over heeft gehad. En toen gingen we dus kijken, hoe gaan we naar de professionals bereiken? Dat was op zich vrij makkelijk voor mij, omdat dat vanuit een mail van de projectleiders ging. Van nou, we willen graag met jullie spreken in een groepsgesprek. Eerst een datum geprikt en zo konden we in een focusgroep dus de professionals spreken. En de ouders hebben we bereikt door tijdens hun afspraak op de nazorgpoli te vragen of ze mee wilden doen aan een interview. En er was een duidelijke brief en een toestemmingsformulier die ze konden lezen en tekenen voordat we daaraan begonnen. Dus eindelijk hebben we gesprekken gevoerd, eigenlijk eerst met professionals. Uiteindelijk zijn het verschillende focusgroepen geworden. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis met de verschillende. In het ziekenhuis was het 1 focusgroep met iedereen van de nazorgpoli. En dan was er vanuit de jeugdgezondheidszorg een focusgroep met een aantal jeugdverpleegkundigen en een managementassistent. En er waren een aantal mensen die daar niet bij konden zijn, dus daar heb ik nog aparte interviews mee gedaan. En daarnaast heb ik ook nog de medewerker wijkcontact en deskundige in het web, zeg maar, die Doreen net noemde, apart geïnterviewd. En 2 mensen van Cardea, dat zijn psychologen die ook aansluiten bij de nazorgpoli. En dit was dus op een werkplek tijdens of na het werk. En dit duurde 1 uur. En de ouders, daar hebben we individuele interviews mee gedaan, telefonisch. En dat duurde 20 tot 30 minuten. En ja, als je dan al die gesprekken hebt gevoerd, hoe krijg je dan uiteindelijk antwoorden op je vragen? Want je hebt heel veel informatie, heel veel data. Hoe krijg je dan die antwoorden? Nou, om te beginnen is het handig om het ofwel uit te typen, dus dat hebben we met de gesprekken met professionals gedaan, of samen te vatten, dat is bij de gesprekken met ouders gebeurd, zodat je het allemaal ook echt op papier hebt staan. En daarna gingen we op zoek naar thema's in deze gesprekken op basis van de vragen die van tevoren zijn opgesteld. Dus dat zijn vragen over ervaring op werk, werkplezier, samenwerking, effect op zorg, meerwaarde van bepaalde mensen. En voor de ouders ging het dan ook heel erg over hoe hebben ze het eigenlijk ervaren. Was alles duidelijk? Wat vonden ze bijvoorbeeld van de locatie? En uiteraard komen er soms ook uit gesprekken nog weer nieuwe thema's naar voren. En vervolgens zijn we dus gaan vergelijken wat verschillende mensen over de thema's zeggen. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld per rol die mensen hebben. En ook dan meer het ziekenhuis tegenover het gemeente. Zijn daar verschillen in? En ik heb hieronder gezegd, iets dat 1 keer genoemd wordt is wellicht minder belangrijk. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld met de ouders hebben we uiteindelijk 6 ouders gesproken, waarvan 1 vader. En als de vader zegt, het is belangrijk om ook de vaders meer te weten te betrekken, want dat voelde ik nog niet zo, dan is dat wel een belangrijk punt om mee te nemen, ook al is het 1 iemand die dat zegt. En dat is sowieso iets, hoeveel gesprekken moet je eigenlijk voeren? Daar was ook een vraag vanuit het ziekenhuis naar, van nou, je hebt er nu, we hadden 13 medewerkers uiteindelijk gesproken en 6 ouders. Is dat dan genoeg? Dat klinkt als niet heel veel. Dat is maar zoveel procent van iedereen die we het hele jaar krijgen. En dat is toch iets van kwalitatief onderzoek wat anders is dan onderzoek met vragenlijsten en op basis van cijfers. Dus dan gaat het echt meer over
ja, hoor je bepaalde thema's terug, hoor je hetzelfde verhaal in elk interview weer. En als dat gebeurt, dan kan je bijvoorbeeld nog één interview doen. En als je dan weer hetzelfde verhaal hoort, dan betekent dat dat je verzadiging hebt bereikt. En dat houdt dus in dat je eigenlijk alles hebt gehoord en geen nieuwe kennis meer zal krijgen. En uiteindelijk heb ik dus een fact sheet gemaakt als gesprekshulp voor de bijeenkomst van de stuurgroep. En ik ben heel benieuwd of jullie nog vragen hebben, als jullie nog tijd hebben om langer te blijven hangen. Dankjewel. Nou, we hebben een laatste minuut. Ik heb tijd denk ik voor één. Dus altijd bij dit soort bijeenkomsten gaat altijd weer sneller dan je wil eigenlijk. Is er nog één vraag? Dit voor Doreen of voor Merel? Eline vraagt, is het mogelijk om de MKBA te delen? Ja, als het goed is, staat hij ook echt daadwerkelijk op de site van Kansrijk Start van VWS. Zal ik nog wel even checken en anders stuur ik hem wel via Inge. Ja, dan stuur ik hem mee met de stukken. Want er was ook, ik zag ook ergens voorbij komen, het gaat wel allemaal heel snel. En kunnen we de presentatie krijgen. Volgende week hebben we hier natuurlijk de opname van gemaakt. Die stuur ik naar jullie toe en dan kan je ook weer delen met anderen eventueel. En de presentaties van vandaag. En ik zie dat er ook al een mailadres zit, dat zullen we ook doornemen. Nou, ik had ook nog wat dingen willen vertellen, maar dat zet ik op de laatste sheet straks of in de mail die ik stuur, want het is 11:15, dus ik wou afronden. Dank jullie wel, de sprekers, en graag tot een volgende keer.